Wat moet je weten? Tweede koers, handsprintkampioenschap in vierjarigen. Heliet, dat was zeker niet de Heliet van de koers ervoor. Nee, zeker niet, want daar viel ons ook alles tegen. Wat er aan de hand was, wisten we toen nog niet precies, maar achteraf bleek dat ze behoorlijk last van de rug had. Dus er is ze voor behandeld en we hopen dat het nou een stuk beter gaat. Dan mag je hopen. Als ik zo naar het veld kijk, dan is het in mijn optiek misschien wel de enige pure sprinter in het veld die dat wel kan. Ja, nou ja, maar qua klasse. Ja, Hummerscott en Hooters USA, dat zijn toch hele goede paarden. Ik bedoel, die kunnen ook sprinten, moet je maar rekenen. Hooters USA sowieso. En dat zijn toch hele gevaarlijke paarden. Maar zover is zij nog niet, denk je? Nou ja, dat weet ik niet. Zoals ze de laatste keer hier ging, natuurlijk over die 1600 meter, was het natuurlijk een openbaring. Als je dan kan wachten en dan kan je speed bewaren. En alles gaat een beetje zoals het wezen moet. Ja, nou ja, dat ik denk dat hij dan zomaar wint, dat geloof ik ook niet. Maar hij moet wel partij kunnen geven dan. Ja, en als Hummerscott hem een heel eind naar de finish brengt, dan moet hij wel uitkijken. Ja, dan moet hij wel, als ze nu dan even omkijken of hij eraan komt. Dankjewel, Hans.